Aart, je bent deel van de groep die uit Jordanië is gekomen en nu in Israël is. Is dat je eerste keer Israël? Het is de eerste keer dat ik in Israël ben, ja. En wat ervaar je? Want je kijkt hier uit over de oude stad van Jeruzalem, waar David koning was, waar Saul heeft geregeerd, waar Salomo de tempel heeft gebouwd, waar Jezus aan het kruis hing. Hoe komt dat bij je over? Heel indrukwekkend. Ja. Ik vond het heel, heel bijzonder. En nu gaat alles toch meer leven. Als je de Bijbel leest, dan kun je toch meer begrip krijgen hoe de situatie allemaal geweest is. Alhoewel ik wel weet dat het al 2000 jaar geleden is natuurlijk en de situatie niet meer zo vindt dan dat het vroeger was. Ja. Je bent met een groot reisgezelschap. Ben je alleen? Ik ben alleen. Maak je makkelijk vrienden? Ja, dat ging goed. De kennismakingsmiddag, of uren, die waren hecht. Dat verliep heel soepel. Ja. Net of mekaar er al heel jaren kennen. Dan zo. Ja. Ja. Als je zo naar je luistert, lijkt je of je een zeeuw bent. Dat klopt helemaal. Ja.